Een hele goede avond allemaal. Hartelijk welkom bij het Online ND College. Dit Online ND College is de eerste van een serie colleges die wij geven in de Maand van de Bijbel. De Maand van de Bijbel dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door een aantal uitgevers en media. En ook het Nederlands Dagblad doet daaraan mee door verschillende artikelen te schrijven in de krant. En ook interviews af te nemen die allemaal te maken hebben met de Bijbel. Het meest verkochte en meest gelezen boek van de hele wereld. En dat willen we ook extra onder de aandacht brengen. Naast de aandacht die in de krant gegeven wordt aan de Maand van de Bijbel, heeft het Nederlands Dagblad ook een Bijbellees-challenge georganiseerd. En daarbij ook de online colleges, waarvan dit dus de eerste is. Eigenlijk ben ik heel erg benieuwd wie van u meedoet aan de Bijbellees-challenge. Dus daarom heb ik een vraag daarvoor gesteld en die laat ik u nu even zien. En dan kunt u op het scherm reageren of u meedoet met de Bijbellees-challenge. Als het goed is, ziet u dat u kunt kiezen uit drie mogelijkheden. Dat u al elke dag gelezen heeft, tot nog toe de 4 dagen. Dat het u niet gelukt is of om elke dag te lezen of dat u nog helemaal niet meedoet. Ik ben heel erg benieuwd. Wilt u het invullen? Ja, ik zie al aardig wat reacties verschijnen. Het gaat nog even door volgens mij. Ja, nou, dat vind ik heel erg leuk om te zien. 55% leest al 4 dagen volgens het rooster. Dus nou, 4 dagen is natuurlijk nog niet zo'n hele moeilijke challenge. Maar het begin is er, dat is heel erg mooi om te zien. Ik zie dat 21% doet ook mee, maar lukt nog niet om elke dag te lezen. En 24% doet niet mee. Maar ik zeg, u kunt altijd nog beginnen. Dat kan ook nog vandaag of morgen. Ik zei zo net al, naast de Bijbellees-challenge organiseert het Nederlands Dagblad ook online ND-colleges. Vanavond dus de eerste. En ik ben eigenlijk ook heel benieuwd wie van u al eerder live, dus niet achteraf de opname heeft gezien, maar live een ND-college heeft gevolgd. Ik zal de vraag ook weer even laten zien op het scherm. Nou, dat is niet zo'n moeilijke vraag. 2 antwoorden ja of een antwoord als nee. Dus misschien wilt u daar ook weer even een reactie geven. Ja, de antwoorden stromen binnen, zie ik. Het gaat nog even door, dus ik wacht nog heel even. Ja, nou, dit vind ik ook mooi om te zien. Eigenlijk 3/4 van de mensen die nu kijken, is het de eerste keer dat u een live, een online ND-college volgt. Nou, hartelijk welkom, dat is natuurlijk heel erg leuk als er weer nieuwe mensen bij komen. En ik zie dat ook 1/4 al eens eerder een college heeft gevolgd. Natuurlijk ook u weer van harte welkom. Vanavond staat op het rooster, het Bijbelleesrooster, eigenlijk gisteren moet ik zeggen, het Bijbelboek Filemon, de brief van Paulus aan Filemon. Gisteren heeft u, als het goed is, Filemon gelezen. Het is 1 hoofdstuk, dus ik hoop dat het u allemaal gelukt is. En bij de voorbereiding van het college zijn we op zoek gegaan naar iemand die ons wat meer zou kunnen vertellen over dit Bijbelboek. En die hebben wij gevonden in de persoon van Jermo van Nes. Jermo is docent Nieuwe Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Jermo, van harte welkom. En heel fijn dat je vanavond ons wat meer wilt gaan vertellen over de brief van Paulus aan Filemon. En wat kunt u verder van ons verwachten deze avond? Hoe ziet het programma eruit? Zoals ik zei, allereerst geef ik straks het woord aan Jermo. Die mag ongeveer 20 minuten, maar ik zei al tegen hem, als het iets langer wordt, ga ik daar ook niet moeilijk over doen. Gaat hij ons van alles vertellen over de brief van Paulus aan Filemon. En daarna is er gelegenheid om vragen die bij u leven, om die te stellen aan hem. U kunt die vragen noteren in de chat. En dat is als u rechts op uw scherm kijkt, een wolkje noem ik het maar even. Daar kunt u dus uw vragen intypen. Wij houden dat in de gaten.
En na de lezing van Jermo probeer ik zoveel mogelijk vragen die u gesteld heeft aan de orde te stellen, zodat u daar ook een, als het goed is, een antwoord op kunt krijgen. Dus uw vragen kunt u stellen in de chat. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Jermo. Ja, nogmaals heel hartelijk welkom. Bedankt voor de interesse in dit college over Philemon. Ja, een heel klein briefje in de Bijbel. Ik was zeer vereerd met de uitnodiging. Ik wil heel graag vanavond met u daar iets dieper induiken. Het is voor mij natuurlijk ook wel wat vreemd. Het is een publiekslezing, maar toch helemaal online. Ik zit hier gewoon thuis in mijn kamer. Misschien is het met alle coronakapsels ook wel het veiligst dat we allemaal toch achter een scherm zitten, verscholen. Ik heb dan een beetje pech. Maar goed, dat zij zo. Ik stel voor, laten we beginnen. Ik heb een presentatie ook gemaakt. Dat helpt u wat om er doorheen te gaan. Ik wilde deze avond een aantal dingen met u bespreken. Ik wilde eigenlijk in de tijd die we hebben vanavond, ik wilde vier dingen eigenlijk aan de orde stellen. In de eerste plaats wil ik beginnen met een aantal inleidingsvraagstukken te behandelen. Even een klein beetje context van dit kleine documentje. Klein maar fijn, zou ik zeggen. En als we vervolgens wat context geschetst hebben, dan wil ik iets meer ingaan echt op de inhoud van de brief. Hè. Wat is precies het argument wat Paulus maakt? En vervolgens wil ik nog even ook stilstaan bij het thema wat belangrijk is in deze brief, namelijk slavernij. En ik wil dat een beetje kaderen ook in de context van de tijd en de omgeving waarin Paulus verkeerde. En tot slot, voor degenen die hopelijk geboeid zijn ook door het college, wil ik nog een aantal boeken aanstippen die misschien interessant kunnen zijn voor eventuele verdere studie. Maar laten we beginnen met een aantal inleidingsvraagstukken. Dat kunnen er heel veel zijn. Ik beperk me er even tot vijf in de eerste plaats. Nou, wat was precies de reden waarom dit briefje door Paulus geschreven werd? Wat was de aanleiding? Vervolgens wil ik iets zeggen over de plaats en de tijd wanneer het geschreven werd, voor zover we dat kunnen. Dan is het ook altijd goed om even stil te staan bij de precieze afzenders en degene aan wie de brief gericht is. En daarna ben ik ook nog geïnteresseerd om iets te zeggen over de plaats die Philemon in de Bijbel inneemt. En daar wil ik ook u nog een vraag over stellen. Maar je hebt zojuist al geoefend, dus dat komt vast goed. Te beginnen de aanleiding van schrijven. Ik veronderstel, en ik noemde dat net ook al, ik veronderstel dat u gisteren Philemon hebt gelezen. Ik zal diverse passages uit de brief ook nog wel naar voren brengen vanavond. Maar ik veronderstel dat u toch een beetje weet. We lezen daar over iemand met de naam Onesimus. En Onesimus is een weggelopen slaaf bij zijn meester Philemon. En wellicht dat de versen 18 en 19 impliceren dat Onesimus iets gestolen heeft of misschien iets kapot gemaakt heeft in het huis van zijn meester Philemon. En bang dat hij was voor een mogelijke straf, is hij gevlucht uit dat huis. En uiteindelijk is hij bij Paulus terechtgekomen. Die kenden elkaar waarschijnlijk, omdat Paulus ook Philemon goed kende. Dus waarschijnlijk kende Onesimus Paulus ook. En blijkbaar wist hij ook waar hij was. En Onesimus gaat naar Paulus toe, legt hem de situatie uit. En hij helpt Paulus ook ten tijde van zijn gevangenschap, zal ik zo nog iets over zeggen. Paulus luistert naar Philemon en gaat bemiddelen. Of hij luistert naar Onesimus en hij gaat bemiddelen. En dan schrijft hij dus een brief naar Philemon. Dat is de directe aanleiding van dit kleine documentje. Kunnen we iets zeggen over de tijd ook van schrijven? Ik noemde net al, Paulus zat gevangen. Dat lezen we in meerdere versen van de brief. Voor zo'n kleine brief is dat opvallend veel. Dat Paulus duidelijk wil onderstrepen dat hij in gevangenschap verkeert. En ik vermoed dat dat ook met opzet en heel bewust gedaan is. Namelijk ook om Philemon ervan te overtuigen dat
ook Paulus, net als Onesimus, geen vrij man is. Ook Paulus is als het ware een slaaf voor het evangelie, om het zo te zeggen. Maar op meerdere plaatsen komt dat naar voren. Waar zat Paulus precies gevangen? Nou, er zijn drie opties. Dat kan zijn in Efeze, dat kan zijn in Caesarea of dat kan zijn in Rome. En dat weten we uit twee bronnen uit de Bijbel, namelijk ofwel uit 1 Korinthe ofwel uit Handelingen. In Handelingen worden de gevangenschappen in Caesarea en in Rome genoemd. En in 1 Korinthe, daar lezen we in hoofdstuk 15, dat er staat dat Paulus in Efeze met de beesten gevochten heeft. Veel uitleggers nemen dat letterlijk en dat doet dus ook impliceren dat Paulus daar voorafgaand gevangen gezeten heeft. We kunnen dit niet zeker weten, waar dit precies geschreven is, wanneer dit precies gebeurd is. We kunnen met enige zekerheid zeggen dat het in ieder geval in de tweede helft van de jaren 50 geweest is, dat Paulus deze brief geschreven heeft, maar waar dat precies geweest is, dat kunnen we niet vaststellen. Dat maakt in principe voor de uitleg van de brief, eerlijk gezegd, ook niet tot nauwelijks uit. De afzenders, ik spreek de hele tijd van een brief van Paulus, tegelijkertijd wordt ook Timotheus genoemd en die wordt beschreven als onze broeder. Dus net als Paulus was ook Timotheus bekend bij Philemon. Ik vermoed dat zowel Paulus als Philemon Timotheus Philemon ontmoet hebben in de stad Colosse. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar ook Timotheus kende Philemon. En het is dan niet voor niets dat het verzoek wat aan Philemon gedaan wordt door niet alleen Paulus, maar ook door Timotheus. Dat maakt het verzoek ook krachtiger. Twee goede bekenden van Philemon doen hem dit verzoek over Onesimus. Paulus presenteert zichzelf, ik noemde dat net al, als een gevangene van Christus Jezus. En ik denk dus bewust. Verder doet Paulus op twee plaatsen in de brief eigenlijk ook zijn autoriteit een beetje gelden. Hij positioneert zich eigenlijk een beetje boven Philemon. Hij zegt, in mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen. En op het einde zegt hij, ik ga dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Dus blijkbaar was Philemon tot geloof gekomen door Paulus. Maar Paulus dwingt niet, dat zegt hij ook bewust in de brief. Het is iets wat uit Philemon zelf moet komen. Om het juiste met zijn slaaf Onesimus te doen. Maar toch zet Paulus zich soms even, net even boven Philemon. Om toch het argument wat kracht bij te zetten. Ook in vers 19, begin daarvan zegt hij, ik Paulus schrijf het hier eigenhandig neer. Dat zou kunnen impliceren dat het voorafgaande, dus de versen 1 tot en met 18, door Timotheus zijn geschreven. Want je wordt ook niet zomaar neergezet als je als co-schrijver, zeg maar, als mede-afzender. Paulus zat gevangen, dus het kan ook zijn dat hij praktisch gewoon niet in staat was om de brief te schrijven. Maar toch zet hij bewust neer, kijk, dit schrijf ik, Paulus, eigenhandig. Opnieuw om zijn vraag, ja, zijn verzoek, kracht bij te zetten. Het zijn belangrijke gegevens. In de brief willen we goed begrijpen waar het over gaat. We spreken steeds van Philemon, maar ook Philemon is niet de enige geadresseerde. Er wordt ook gesproken over Apphia, die aangesproken wordt, beschreven wordt als onze zuster. Dat zou wel eens de vrouw geweest kunnen zijn van Philemon. Dat staat er niet expliciet, maar dat zou heel goed kunnen. En waarom zou dat heel goed kunnen? Nou, als Onesimus een weggelopen slaaf was, dan stond de slaaf zeer waarschijnlijk onder, ja, noem het bevel, of onder het opzicht van de vrouw des huizes. Namelijk van het huis van Philemon. Maar de vrouw had het in de oudheid vaak voor het zeggen in huis. Dat is ook vandaag op veel plekken nog steeds zo. Waaronder bij mij thuis. Maar dat terzijde, ook Archippus wordt genoemd. En de gemeente die bij u thuis komt. Het interessante is dus dat eigenlijk de brief een heel persoonlijk verzoek is aan Philemon, maar dat de brief niet alleen naar hem geschreven is. Ook naar Apphia en Archippus en eigenlijk die hele gemeente. En ook dat is belangrijk voor het lezen van de brief, omdat het concrete verzoek wat gedaan wordt op zo'n manier gebeurt dat Philemon eigenlijk midden in de gemeente wordt gezet.
De hele gemeente leest mee. En dan kom ik bij het laatste puntje even van deze inleidingsvraagstukken. Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd, waarom staat Filemon in onze Bijbels eigenlijk helemaal achteraan van alle brieven van Paulus? Waarom is dat zo? Ik vroeg mij af, weet u daar misschien het antwoord op? Dus als het goed is, komt er nu de vraag met 3 mogelijke antwoorden in beeld. Is dat omdat Filemon als laatste geschreven werd tijdens het leven van Paulus? Is het B, omdat het de kleinste brief is? Het is met 335 Griekse woorden de kleinste brief van alle brieven die we van Paulus hebben. Dan laat ik Hebreeën even buiten beschouwing, maar de 13 brieven waar echt de naam van Paulus aan verbonden is. Of is dat C, omdat de brief dus toch meer aan één persoon dan aan een gemeente gericht is? Ik ben heel benieuwd naar de antwoord. Zie jij zelf ook de antwoorden, Jeremo, of moet ik ze even voorlezen? Jij ziet ze niet, oké. Okay. Ik zie dat als eerste de brief werd als laatste door Paulus geschreven. Daar heeft 13% van de kijkers heeft daarvoor gekozen. De brief is de kleinste van alle brieven van Paulus. Daar heeft 60% voor gekozen. En de brief werd meer aan één persoon dan aan een gemeente geschreven. Daar heeft 27% voor gekozen. Dus de meeste, zeg maar, voor de tweede. De brief is de kleinste van alle brieven van Paulus. Oké, nou, ik ben blij te merken dat het overgrote deel van jullie het juiste antwoord hebben gegeven. Misschien is het een klein beetje een instinker, want in dit geval zijn eigenlijk, denk ik, 2 antwoorden goed, namelijk B en C. De brief van Filemon is niet de laatste brief die Paulus geschreven heeft, althans, dat vermoeden we niet. Het is wel inderdaad de kleinste brief. Maar als we dat argument zouden volgen, en dat dus alle brieven, 13 brieven van Paulus, die we vandaag in onze Bijbels tegenkomen, van groot naar klein zouden sorteren, dan zou bijvoorbeeld de Efezebrief voor de Galatenbrief moeten komen. Want die is gewoon net iets groter. En ook zijn 1 en 2 Timotheus allebei langer dan bijvoorbeeld 2 Thessalonicenzen. Dus het verhaal gaat niet helemaal op van groot naar klein. En dat heeft dan dus ook een beetje te maken met het laatste antwoord. Er wordt inderdaad, en dat zien we ook eigenlijk in de vroegchristelijke lijsten van gezaghebbende Bijbelboeken, wordt er toch vaak een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde gemeentebrieven van Paulus en de brieven die Paulus aan individuen geschreven heeft. En dat zijn dan de brieven aan Timotheus, aan Titus en aan Filemon. Maar tegelijkertijd, zoals we eigenlijk net gezien hebben, gaat dat niet helemaal op. Want inderdaad, er wordt een concreet verzoek aan Filemon gedaan in de brief. Maar de brief is wel geadresseerd aan meerdere mensen, waaronder dus ook de hele gemeente. Dus eigenlijk neemt de Filemonbrief een bijzondere plaats ook in alle brieven van Paulus, omdat het eigenlijk enerzijds wel naar een gemeente en tegelijkertijd ook naar een individu geschreven is. Wat dat betreft zou je er ergens voor kunnen pleiten om dus de Filemonbrief tussen de echte gemeentebrieven en de brieven aan individuen, de brieven aan Timotheus en Titus, daartussen in te plaatsen. Maar goed, dat even terzijde. Laten we ons nu voor het tweede gedeelte van de lezing meer richten echt op de inhoud. Met name het argument van de brief. In vers 21, daar lezen we: ik, dat is Paulus, heb u geschreven in het volste vertrouwen
dat u mijn verzoek zult inwilligen. We hebben dus gesproken over Onesimus, die was weggelopen. Paulus komt, bang is om terug te gaan naar zijn meester Filemon. En Paulus gaat terugschrijven aan Filemon door te zeggen, kijk eens, Onesimus is bij mij gekomen. Hij is voor mij van nut. Trouwens, de naam Onesimus betekent nuttig. Dat is dus wel interessant in vers 11. Hij is voor mij nuttig geweest. Ja, dus hij heeft zijn naam eer aangedaan. En hij vraagt aan Filemon, wil je hem alsjeblieft weer terugnemen en hem eigenlijk geen straf geven voor datgene wat hij gedaan heeft. Als u met mij verbonden bent, ontvang hem, Onesimus, dan zoals u mij, Paulus, zou ontvangen. Dat is eigenlijk de vraag. En hij stelt die vraag aan Filemon heel direct, maar wel ja, onder het gehoor eigenlijk van de hele gemeente. In het verleden dacht men dat de Filemonbrief eigenlijk een wat onbeduidend briefje was. Vergeleken met de grote, machtige Romeinenbrief, met grote theologische argumenten, lijkt de Filemonbrief eigenlijk maar bijna een persoonlijke notitie. Maar niets is toch minder waar. De kleine Filemonbrief heeft wel degelijk een bepaald betoog, waarbij er gebruik gemaakt wordt van de toen gangbare retorische technieken. En ik heb een schemaatje gegeven, ik heb daar even de Latijnse termen bij gezet. Iemand die toch enigszins geschoold was in de retorica, kon werken met bepaalde categorieën, hoe je een brief, een betoog zou kunnen opbouwen. Een exordium, dat was eigenlijk een soort inleiding. Een inleiding van een betoog. Paulus probeert Filemon gunstig te stemmen en complimenteert hem met zijn vertrouwen op Christus en zijn liefde voor andere gelovigen. En hiermee komt de focus op zijn sociale eer. Kijk eens, Filemon, alle mensen, ik ook, wij kennen jou op zo'n manier dat jij iemand bent die liefde hebt voor God. Ja, je bent iemand waar we naar opkijken, de gemeente van God komt bij jou thuis. Zo ben jij. Als je zo zou zijn, dan zou je ook zo en zo handelen. Ja, het is eigenlijk wordt Filemon hier op een voetstuk gezet. En dan gaat Paulus verder door zijn eigenlijke betoog te doen. Dat is in de zogenaamde probatio, de versen 8 tot 16. En Paulus doet een appel op Filemons, wat je wil noemen, ethos, logos en pathos. Ja, op zijn ethiek, op zijn moraal, over wat zou goed zijn. Ja, eigenlijk bijna zijn geweten. Hij doet een beroep op zijn logos, op zijn verstand. Paulus zegt, kijk, Onesimus is voor mij heel nuttig gebleken. Dat zal die ongetwijfeld voor jou ook geweest zijn en ook nog steeds kunnen zijn. En hij doet ook een appel op pathos, op zijn emotie. Hij beklemtoont de onderlinge liefdesband en ook dus het nut van Onesimus. Van kijk eens, het is heel goed, het zou ook heel goed zijn voor jou als Onesimus gewoon weer bij je terugkomt. En dat werkt dan langzaam toe naar een soort heel concreet verzoek in de peroratio. Eigenlijk een soort samenvattende conclusie van het betoog. Hij intensiveert in het verzoek, gaat in op mogelijke bezwaren ook in 1819. Als er nog iets in rekening gebracht moet worden, dan betaal ik dat wel. Dus laat dat ook geen argument zijn om je te weerhouden. Eigenlijk, Filemon, komt het erop neer. Je kunt eigenlijk niet anders doen dan gewoon Onesimus weer aannemen. Als jij zo en zo bent, dan zou je dit en dit moeten doen. Maar, zegt Paulus, ik kan je daartoe niet dwingen, dat moet uit jezelf komen. Maar te midden van de gemeente wordt dat beroep op Filemon gedaan. Om nog één voorbeeld te geven van hoe Paulus op toch subtiele wijze probeert om zijn argument te maken, wijs ik even naar vers 6 en vers 17. Daar maakt Paulus gebruik van wat je noemt een paragmenon. Dat is een stijlfiguur waarbij men binnen een korte tekst verwante woorden gebruikt om een bepaald effect te realiseren. En dan doel ik even op de twee woordjes, het zijn even in de Griekse tekst, maar ik heb daaronder gezet even in de transliteratie. Maar ik heb even rood gemaakt twee woordjes. Zoals u kunt zien lijken die erg veel op elkaar. Het woordje koinonia.
betekent zoiets als gemeenschap. Nou, in de Griekse tekst zie je dus dat Paulus daar, en dat is dus denk ik bewust, hetzelfde woordje gebruikt. Maar het is heel jammer, het is heel moeilijk om in Nederlandse vertalingen dat op eenzelfde manier goed te vertalen. Ik vergelijk daar even de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling. Die vertalen het geloof dat u met ons deelt. En als u met mij verbonden bent. Maar daar zie je al dat daar niet toch hetzelfde woord gebruikt wordt. Terwijl dus Paulus dat wel doet. Dat is hetzelfde Griekse woordje, maar het is heel moeilijk om dat dus in het Nederlands weer te geven. Eigenlijk beide vertalingen, de HSV doet dan een gemeenschap in het geloof. En als u mij dus houdt voor een medegelovige. Ook daar heb je niet dezelfde bewoording. Beide vertalingen laten dat niet goed terugkomen. En dat is ook moeilijk. Misschien had de NBV nog kunnen vertalen met het geloof dat u met ons verbindt. Dan zou je het werkwoord verbinden in beide versen terugzien. Het gaat dus om het gemeenschappelijk geloof. En dat is ook wat Paulus probeert te doen. Door te zeggen, Philemon, kijk, wij dienen allemaal dezelfde Heer. Eigenlijk zijn wij allemaal slaven van Christus. Wij staan allemaal onder zijn gezag. Ik ben immers ook een gevangene nu van Christus. Nou, ook Onesimus behoort toe aan die familie. Wij zijn allemaal deelgenoten van hetzelfde evangelie. Wij dienen dezelfde Heer. En dus zijn we in principe in dat opzicht allemaal gelijke voor elkaar. Is dit, dan komen we bij het derde aspect van de lezing, is dit een heel revolutionair verzoek wat Paulus hier doet? Juist in de context van de Romeinse oudheid. Ik lees met u een heel klein briefje wat ongeveer geschreven werd aan het begin van de tweede eeuw. Dat lijkt heel erg veel op wat we tegenkomen in de Filemonbrief. Het is geschreven door Plinius de Jongere. En die schrijft aan de Sabinianus, ook iemand die een slaaf heeft, het volgende. Jouw vrijgelatene, op wie je volgens je zeggen erg nijdig bent, is bij mij gekomen. Heeft zich voor mijn voeten geworpen, alsof het de jouwe waren en wilde niet meer opstaan. Hij vergoot lange tijd tranen. Lange tijd smeekte hij. Lange tijd blijft hij ook stilzwijgen om kort te gaan. Hij maakte op mij de indruk dat hij oprecht berouw heeft. Ik geloof werkelijk dat hij zich gebeterd heeft, omdat hij inziet dat hij verkeerd heeft gehandeld. Jij bent kwaad, ik weet het. En je bent met recht kwaad, ook dat weet ik. Maar mildheid is vooral dan te prijzen wanneer iemand op heel goede grond woedend is. Je hebt toch van de man gehouden en dat zou je hoop ik weer gaan doen. Voorlopig is het voldoende dat je je laat verbidden. Je mag opnieuw woedend op hem worden als hij dat verdient. En als je je nu laat verbidden, zal dat des te gerechtvaardiger zijn. Zie wat door de vingers, vanwege zijn jeugdige leeftijd, vanwege zijn tranen en vanwege jouw toegefelijk karakter. Kwel hem niet, kwel jezelf niet, want het is een kwelling voor jou met je zachte aard wanneer je kwaad bent. Ik vrees dat je de indruk krijgt dat ik je niet iets van je vraag, maar je ergens toe dwing, als ik bij zijn smeekmenen de mijne aansluit. Toch zal ik ze erbij aansluiten, des te dringender en overvloediger, omdat ik hem ook heel scherp en streng heb terechtgewezen. Hem onomwonden heb gedreigd hierna nooit meer voor hem op te zullen komen. Dat was voor hem, want had het nodig bang gemaakt te worden. Tegen jou zeg ik niet hetzelfde, want wie weet zal ik je nog eens komen smeken en nog eens verhoord worden. Zolang het me gaat om iets wat ik met fatsoen kan vragen en jij met fatsoen kunt verlenen. Gegroet. Ja, ook hier zien we een gelijkaardig verzoek van iemand die bemiddelt tussen een slaaf en zijn meester. Maar wat is hier het grote verschil? In de tekst die we net gelezen hebben, wordt eigenlijk vooral een appel gedaan, ja, alleen op de moraal van de meester. Dat als hij een goed karakter zou hebben, dan zou hij nu niet boos worden en dan zou hij vergevingsgezind zijn. Maar dat is toch een contrast met wat we net gelezen hebben bij Paulus. Toegegeven, ook Paulus wijst een beetje naar het karakter van Philemon, hè? Hij is liefdevol. Maar tegelijkertijd wijst Paulus dus vooral op hun gemeenschappelijk geloof in Christus en hun positie onder hem. En dat is toch iets anders. Dus daar zien we een verschil. Een andere vraag, en dat is eigenlijk ook een bredere vraag.
soms zijn mensen teleurgesteld dat ze in de Bijbel niet duidelijk zien dat er gepleit wordt voor afschaffing van slavernij. Dat lijkt Paulus ook niet te vragen in de Filemonbrief. Hoe verhoudt zich dat tot andere standpunten uit de oudheid? Ik doe dat even op basis van een artikeltje van mijn collega. Die heeft 7 categorieën gedetecteerd in de oudheid. Ja? In het slechtste geval zagen mensen slaven slechts als gereedschappen. Anderen vergeleken slaven met dieren. De filosoof Aristoteles zag bepaalde mensen als slaven van nature. Ja, de een wordt als slaaf geboren en de ander niet. Ook iemand zag dat slaven eigenlijk als vrijgeboren mensen waren. Pleitte niet voor afschaffing, maar zag het wel zo. Seneca, een andere filosoof, zag slaven eerder als vrienden. Nog iets beter is om slaven als je broeders te zien, volledige gelijkwaardigheid. En er is één groep uit de oudheid waarvan we zeker weten, dat was een groep van Joodse mannen en vrouwen, leefde in de buurt van Alexandrië. Zij stonden voor het afschaffen van slavernij. Zij vonden dat niet kunnen. Uiteindelijk waren zij misschien wel in de oudheid de meest revolutionaire groep. Nu, als je de Filemonbrief daarnaast legt, dan zie je op basis van de versen 6 en 17 dat ook Paulus praat over Onesimus als slaaf in termen van vriend en als broeder. Dat betekent dus op basis vanuit de oudheid dat het een vrij progressief, als ik het zo mag noemen, een vrij progressief standpunt was. Paulus zat aan de goede kant, om het zo te zeggen. Maar hij ging niet zo ver als de therapeuten. Die zouden echt pleiten voor de afschaffing. Nu, het blijft natuurlijk een lastige vraag waarom Paulus misschien niet een stap verder gegaan is. Hoewel, ook dat zou toch wat in het midden laten, want Paulus zegt ook in de brief, ik weet dat u meer zult doen dan wat ik van u vraag. En dan is natuurlijk de vraag, wat heeft Filemon uiteindelijk gedaan? Heeft hij Onesimus misschien vrijgelaten, misschien teruggestuurd naar Paulus, of gewoon in goede harmonie ontvangen? We weten het niet. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Misschien nog voor hen die geïnteresseerd zijn en nog iets meer over deze brief zouden willen lezen. Ik noem hier maar een drietal boekjes die daarbij zouden kunnen helpen. Ik denk aan bekende Nieuw Testamenticus Tom Wright, die over de gevangenisbrieven geschreven heeft. Dat is een mooi commentarenboekje, ook met een aantal studievragen die je wat kunnen helpen bij de reflectie op het lezen van de Bijbel. Voor mensen die iets meer willen weten nog van de brief, verwijs ik naar een goed commentaar van John van Eck, Colossense en Filemon. En vorig jaar had ik de eer om een boekje te redigeren over de brief aan Filemon. En diverse collega's van de ETF hebben daar een bijdrage in geleverd. U zag het al op het scherm. Ik heb behoorlijk wat van hun inzichten ook voor deze lezing kunnen gebruiken. Dit zijn maar wat handvaten. Ik dank u heel hartelijk voor de aandacht. Ik hoop dat ik even iets wat dingen heb kunnen aanreiken, iets op de achtergrond van de brief. Bovenal zou ik u willen uitdagen, lees de brief met wat u vanavond gehoord hebt nog een keer. En het kan wel eens leuk zijn om dat te doen, met in uw achterhoofd te houden. Stel nou dat we het hele Nieuwe Testament niet zouden hebben en alleen de Filemonbrief. Wat zouden we dan te weten komen over God, over Jezus, over Paulus en de werking van het evangelie? Lees de brief eens op die manier. Dat kan best voor verfrissende inzichten zorgen. Dank u wel. Jeremo, hartelijk bedankt. Ik denk dat je ons heel veel hebt meegegeven al. En je eindigt ook heel mooi met een opdracht waar we ook nog mee verder kunnen gaan. Dus dat is inderdaad iets om nog eens de brief erbij te pakken en daarover na te denken. Dankjewel. Ondertussen zie ik dat er ook al een aantal vragen zijn binnengekomen via dit chat. Ik zal proberen om daar een aantal uit te pakken. Ik zal ze even voorlezen en dan hoop ik, Jeremo, dat jij er een antwoord op kunt geven. Je noemde net ook nog even eigenlijk het open einde van de brief. Dat je zei van, nou, we weten niet of Filemon het gedaan heeft, hoe die Onesimus heeft
genomen enzovoort. Denk jij dat er nog een bepaalde reden voor is waarom Paulus dat niet, ja, de brief was natuurlijk niet nog meegenomen worden, maar omdat Paulus dat nooit ergens vermeld heeft? Heeft dat een bepaalde reden, denk jij? Ja, dat is inderdaad een interessante vraag. Een reden om dat misschien in een latere brief dat nog te zeggen. Kijk, in de eerste plaats, de brieven die wij in de Bijbel hebben van Paulus, zijn de brieven die bewaard zijn gebleven. Het zou heel goed kunnen dat er later nog eens een brief naar ofwel de gemeente aan Colosse, ofwel aan Filemon zelf geschreven is, maar dat we, en dat dat misschien wel genoemd is, maar dat die brief ons niet bewaard gebleven is. He, Paulus spreekt ook in een van de Korinthebrieven over de brief onder tranen bijvoorbeeld. He, welke brief was dat bijvoorbeeld? Is dat nog een andere brief geweest die we niet hebben? Dus het zou kunnen dat er later nog correspondentie is geweest waarin het wel genoemd is, maar dat ons die brief gewoon helaas niet, dat die niet bewaard is gebleven. Dat zou een antwoord kunnen zijn. Dankjewel. Ik kijk nog even verder naar de vragen. Iemand maakt ook een opmerking zo van deze brief is wel heel, heel vriendelijk, bijna een beetje slijmerig. Zo ken ik Paulus niet uit andere brieven. Paulus kan ook best heel fel dingen verwoorden als je kijkt naar andere brieven. Kun je daar nog iets over zeggen? Is het zo dat Paulus zich echt heel expliciet aanpast aan de boodschap wat hij over moet brengen? Vandaar dit enorme verschil. Ja, dat is inderdaad ook goed opgemerkt. Als je inderdaad de brieven van Paulus naast elkaar legt, dan bemerk je al vrij snel dat de toon erg kan verschillen. Dat die kan verschillen tussen brieven, maar zelfs in brieven kan de toon behoorlijk verschillen. En vaak merk ik zelf dat als je dat bemerkt, dan heeft dat vaak te maken met bepaalde dwaalleren die in de ogen van Paulus de kop opsteken in de gemeente. Of dat hij wil waarschuwen voor bepaalde valse leer. Maar dan zijn er dus vaak meerdere partijen eigenlijk in het spel. En waar Paulus toch op de een of andere manier mee in interactie is. Of waar hij voor wil waarschuwen. En dan kan Paulus inderdaad hard van leer trekken. En daar best wel hard op reageren. In dit geval, hoewel de brief dus aan meerdere mensen geschreven, gaat de hele brief over toch het verzoek, het specifieke verzoek aan Filemon. En ik denk dat het in dit geval Paulus' argument niet goed had gedaan als hij de toon op een vijandigere manier had vormgegeven. Ik denk dat die bepaalde vriendelijkheid ergens ook bij de retoriek eigenlijk, bij Paulus' middel hoorde om tot zijn doel te komen. Namelijk om voor Filemon eigenlijk gunstig te stemmen, hem te doen inzien van, zo is de situatie, ik zou eigenlijk zo en zo met Onesimus moeten doen. Je leest eigenlijk tussen de regels door dat Paulus er ook helemaal van uitgaat dat dit goed komt. Omdat hij Filemon zo eigenlijk als het ware stuurt. Juist ook door de hele gemeente erbij te betrekken om te zeggen, Filemon, jij kunt eigenlijk niet anders dan Onesimus gewoon weer aannemen als je slaaf zonder hem daarvoor te straffen. En ik denk dus dat de toon hoort bij het doel van de brief. Dankjewel, dat is duidelijk. En hier ook een vraag van de... Wat is onze boodschap? Wat moeten wij met deze brief? En hoe kun je dit doortrekken, zeg maar, naar nu? En ook, we hebben het ook al even genoemd in de aankondiging van het college, van kunnen wij hier iets van leren voor moderne vormen van slavernij die er nu zijn? Kun je daar iets over zeggen? Ja dat is inderdaad een belangrijke vraag. En... iets wat mezelf opvalt als je de brief dus bestudeert en leest, dan zie je dat
dat Paulus zich ergens boven Filemon stelt, maar tegelijkertijd ook als een gevangene van Christus profileert. Gevangen zit omwille van het evangelie. Hij is dus ergens zelf ook geen vrij man, net als Onesimus, ook een slaaf. En ze hebben allemaal deel aan het gemeenschappelijke geloof. Allemaal staan ze onder God. Dus ergens spreekt er een soort van gelijkheid uit de brief. En dat is ook wat Paulus vraagt aan Filemon. Van joh, zie Onesimus als, ja, als een, meer nog als een slaaf, maar als, echt als een broeder. Een geliefde broeder, als een van ons. Hè? Doe met hem zoals je met mij zou doen. Ik zou als jouw gelijke daar binnenkomen. Eigenlijk als jouw meerdere zou ik binnenkomen. Dat is eigenlijk wat Paulus nog in de brief zegt. Hè? Van, op basis van mijn relatie tot Christus zou ik u wel kunnen vertellen wat u moet doen. Eigenlijk als ik zou komen, zou ik jouw meerdere zijn. En doe dus met Onesimus wat je met mij zou doen. Dus zie Onesimus bijna als je meerdere in plaats van je slaaf. Maar brengt het dan terug tot het broederschap. Gelijkheid. Gelijkheid in Christus. En dan zegt Paulus dus ook nog aan het einde. Ik weet dat u meer zult doen dan dat. Nou, ik heb geprobeerd net te laten zien. Van dat is dus niet in het context van de oudheid heel revolutionair. Omdat het voor afschaffing van slavernij pleit. Maar ook niet om slavernij op een verkeerde manier vorm te geven. Je probeert met elkaar op een goede manier om te gaan. Hè? Ook in andere brieven van Paulus, als Paulus instructies geeft voor verschillende groepen in de gemeentes, dan spreekt hij ook de slaven aan. En ook, ook meesters van slaven. Ga op een juiste manier met elkaar om. Een reden, misschien, waarom Paulus niet pleit in zijn brieven voor totale afschaffing, is omdat Paulus in de veronderstelling leefde dat Christus vrij spoedig zou terugkomen. En vanuit dat motief zou het wellicht ook niet nodig zijn om nu een complete revolutie te ontketenen. Dat is een argument wat je nog wel eens hoort waarom Paulus niet zou pleiten voor die afschaffing. Paulus moedigt het ook niet aan. Bijvoorbeeld in de 1 Timotheusbrief wordt gesproken over de zogenaamde andrapodistai, de slavenhandelaar. Maar die worden in een negatieve context besproken. Eigenlijk worden die veroordeeld. Dus Paulus moedigt slavernij zeker niet aan. Maar hij moedigt heer en slaaf aan. Om op een goede, eigenlijk gelijkwaardige manier met elkaar om te gaan. Dat is wat Paulus doet. Nou, dan inderdaad de vraag van wat zouden wij daar zelf mee kunnen. Ik denk persoonlijk dat het ons moet aansporen om de waardigheid altijd van mensen te zien, daarop voor te strijden en voor te vechten vanuit ons geloof. Zie een ander als je gelijke, als niet iemand die boven of onder je staat. En vanuit dat gedachtegoed denk ik dat je wel degelijk, anno, hè, vandaag de dag, moet proberen om je in te zetten en je uit te spreken tegen elke vorm van onderdrukking van een ander. Omdat dat dus die gelijkwaardigheid aantast. En de gelijkwaardigheid zul je moeten verdedigen en zul je daarvoor moeten inzetten. Dat komt voort uit de Filemonbrief. Ondanks dus dat Paulus nergens in zijn brieven expliciet aangeeft dat slavernij moet worden afgeschaft. Dat kan je op basis van de teksten, denk ik, niet betogen. Maar we moeten niet vergeten dat in de tijden dat de slavernij onder leiding van mensen als William Wilberforce, op basis van de Bijbel was, dat mensen zich heel erg uitgesproken hebben tegen slavernij. Nou, ik denk dat we dat voorbeeld moeten volgen. En dat de Bijbel dus ons aanspoort altijd om ieder mens te zien als je gelijke. En vanuit dat oogpunt is er voor slavernij op deze wereld geen plek. Dat zou mijn reactie zijn. En ik zie nu weer een hele andere vraag. Het gaat een beetje over het eerste gedeelte. Toen kwam aan de orde dat Paulus wijst op verbondenheid met Christus, wat hem het recht geeft om iets te zeggen.
Kunnen wij hier wat mee? Betekent dit ook dat wij ook het recht hebben om iets te zeggen tegen een broeder of zuster en dan ook weer gekoppeld aan die verbondenheid met Christus? Ja, dat is een boeiende vraag. Kijk, ik denk dat we als broeders en zusters, maar dan veronderstel ik dat tegen wie ik spreek, dat iedereen gelovig is. Maar ik denk wie tot Christus komt, wordt een kind van God. Wij hebben als broers en zussen ergens de opdracht om naar elkaar om te zien en elkaar op de juiste manier terecht te wijzen. Ik denk wel persoonlijk dat mensen als Paulus, en dan heb ik denk ik ook aan de eerste discipelen, de apostelen, ook mensen die heel veel voor het evangelie geleden hebben, dat mensen zijn met toch een bepaalde, roeping. Hè. Paulus was eigenlijk aangesteld als apostel, een heel speciale taak van God kregen. In de heilsgeschiedenis. En ik zou het zelf moeilijk vinden om mijzelf op eenzelfde voet, bijvoorbeeld met iemand als Paulus, te zetten. Dus ik kan niet spreken als een apostel, bijvoorbeeld. Dat ben ik niet. Dus tegelijkertijd, hè, Paulus zat bijvoorbeeld gevangen. En als ik luister naar bijvoorbeeld mensen van de vervolgde kerk, mensen die veel geleden hebben voor het evangelie, Dan stijgt zo iemand wel bijvoorbeeld in mijn achting, omdat zo iemand ook weet waar hij of zij over spreekt. Dus als zo iemand mij terecht zou wijzen, dan denk ik wel dat ik op basis van iemands leven met God en wat zo iemand meemaakt, daar zou ik goed naar luisteren. Dus misschien dat toch je leven met God en wat je meemaakt, wat je leidt, wat je opgeeft voor het evangelie. Nou, misschien mag je dat wel degelijk gebruiken wanneer je iemand toch wil op een goede manier wil terechtwijzen. Maar tegelijkertijd zou ik oppassen met een bepaalde status claimen die je misschien helemaal niet hebt. Dus ik zou geneigd zijn te zeggen, kijk niet naar status, wees voorzichtig in hoe je iemand terecht wijst. Maar het is wel een taak die we hebben om naar elkaar om te zien en om ons anderen te waarschuwen als we zien dat mensen op het verkeerde pad zijn. Ik hoop dat dat een antwoord is. Ja, dat denk ik wel, dankjewel. Ik zie ook nu nog, dat is ook een, de vraag of een slaaf in die tijd ook een soort oudste kon worden in de gemeente. Is dat iets waar Paulus ook voor pleit, zo van gelijkwaardigheid? Dus dat Onesimus ook als het ware een leidinggevende taak in de gemeente zou kunnen krijgen? Ik zou willen dat ik dat kon beantwoorden, maar daarvoor is helaas mijn kennis van de sociaal-economische positie van slaven in die tijd te beperkt. Kijk, uiteindelijk zijn wij alle dan één in Christus. Geen slaaf, geen vrij, er is geen slaaf, geen vrije meer. Man, vrouw, uiteindelijk zijn we alle één in Christus. Dus ik denk, als je Paulus theologie zou volgen, dat in principe gewoon ook zou moeten kunnen. Want uiteindelijk, nogmaals, we dienen allemaal dezelfde Heer. Maar ik denk ook dat het in die samenleving toch een beetje vreemd zou zijn als een slaaf die, laten we zeggen, laten we zeggen even door de weeks, eigenlijk de slaaf is van zijn meester, maar dan in de eredienst ineens toch ergens een gezagsrelatie heeft dat die boven zijn eigen meester staat. Ik denk dat dat toch voor wat onrust zou zorgen. Dus
Maar dat kan ik, daar zou je meer studie naar moeten doen om dat te kunnen zeggen. Maar ik verwacht dat niet gebeurde. Dat denk ik niet dat zou kunnen. Want dat zou misschien toch in de. Dat zou moeilijk zijn. En dan zou je denk ik toch moeite hebben in het leiderschap van de gemeente om de sturing te geven, omdat je toch anders bekeken wordt. We moeten niet vergeten dat de samenleving van toen erg bestond uit leefde met het idee van eer en schaamte. En dat is toch een andere dynamiek dan die wij in onze huidige samenleving hebben. En ik denk dat binnen die dynamiek dit lastig zou werken. Maar puur theologisch denk ik dat Paulus daar geen bezwaar tegen zou hebben. Dankjewel. Ik kijk nog even weer of er nog andere vragen zijn. Ja, dit is ook wel een moeilijke, denk ik. Paulus bleek redelijk progressief wat betreft slavernij, helemaal in die tijd. Je stond dus aan de goede kant, zoals je aangegeven hebt. Is dat een aansporing om in het algemeen niet conservatief te denken over onderwerpen die vandaag spelen? En ik zag in een andere vraag, weet dat ook al, maar het gaat te ver om het allemaal aan de orde te stellen nu. Ook van, Paulus stelt soms op een bepaalde retorische, humoristische manier onderwerpen aan de orde. Kunnen we ook zo kijken naar de teksten die Paulus geschreven heeft over de rol van de vrouw in de gemeente? Nou verwacht ik niet van jou dat je daar nu even in één seconde wat van gaat zeggen, want dat is natuurlijk niet helemaal haalbaar. Maar de manier waarop Paulus was natuurlijk heel progressief in zo'n maatschappij waar slavernij heel gebruikelijk was. Dus is dat iets wat wij ook mee kunnen nemen, dat het zeg maar werkzaam is voor het evangelie, dat we ook niet altijd conservatief moeten denken, maar soms ook tegen de, ja, misschien de gevestigde orde in moeten gaan? Ja, dit zijn, zoals je aangeeft, dit zijn lastige vragen, brede vragen, maar wel heel belangrijke vragen. Als je het zou hebben inderdaad ook over het vraagstuk van vrouwen in de gemeente en welke rol zij daarin speelden, dan denk ik eigenlijk dat een beetje overeenkomt met wat we hier in Filemon zien op het gebied van slavernij. Paulus was niet zo revolutionair om de traditionele rollen volledig op zijn kop te zetten. Maar tegelijkertijd was er wel ruimte, ook voor vrouwen, om in de gemeente dingen te kunnen doen. He, er waren duidelijk bijvoorbeeld vrouwelijke diaconessen bijvoorbeeld. En er waren ook welgestelde vrouwen bij wie de huisgemeente plaats had. Nou, dat is niet een onbelangrijke rol. Zij faciliteerden dus letterlijk gewoon het gemeenteleven. Paulus moedigde dat aan. Stond dat toe? Dus ik denk ook daar dat je kunt zeggen dat Paulus voor die tijd al heel progressief eigenlijk de rollen van man en vrouw aan de orde stelde. Maar niet zo revolutionair op zo'n manier dat direct het leiderschap van de kerken door vrouwen gedaan werd. Ik denk nog niet eens direct vanuit theologisch standpunt, hoewel natuurlijk vanuit 1 Timotheus, daar kun je verschillend over naar kijken. Maar opnieuw, Paulus was zich ook bewust gewoon van de tijd en context. Zou het geaccepteerd worden? Ook zou het werken in die tijd? En je moet niet vergeten dat veel van de huidige debatten rond dit soort kwesties. Kijk, wij kijken daar als moderne, of misschien zelfs als postmoderne mensen, kijken we daarnaar. En dat gaan we dan een beetje projecteren op de Bijbelteksten van toen. Maar dus als we daar dus een goed oordeel over willen vormen, dan is het wel zo eerlijk om naar Paulus te kijken vanuit zijn eigen tijd. En als je dus Paulus zijn visie en zijn positie
eigenlijk evalueert ten opzichte van anderen in zijn eigen tijd, dan denk ik dat persoonlijk, op basis van mijn beperkte kennis van de oudheid, dat zeg ik er ook direct bij, mijn beperkte kennis, dat ik denk dat Paulus vrij progressief was voor zijn tijd. Nou, dat gegeven om eigenlijk dus toch te midden van je eigen tijd vooruitstrevend te zijn in bepaalde dingen, misschien is dat wel iets wat je kan meenemen en kan leren van Paulus. En dat is dus ook iets wat kerkleiders zouden kunnen meenemen in hoe zij met bepaalde zaken omgaan. Dat is misschien het enige wat ik erover kan zeggen. Ja, dankjewel. Ik zoek nog even een mooie laatste vraag. Aan het eind van jouw lezing gaf je ons eigenlijk ook de opdracht mee van, stel nou eens dat, dat we alleen de brief aan Filemon hebben, daar eens over nadenken, wat weet dat over God, over Jezus, over evangelie. En nu is ook deze vraag, van nou eigenlijk een beetje omgekeerd, van waarom staat deze brief aan Filemon juist in de Bijbel? Kijk, je hebt natuurlijk heel veel erover gezegd, ook wat we ervan kunnen leren. Maar ik denk van, hij is ook wel afwijkend ten opzichte van andere brieven. Je noemde zelf net ook al van, nou in Colosse misschien zijn er ook wel andere brieven die niet in de Bijbel staan. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Waarom deze in de kanon staat, zeg maar. Ja. Nou, kijk, als we spreken over wat wij het Nieuwe Testament hebben genoemd, hè, dat zijn dan de 27 boeken die wij in de protestantse Bijbels tegenkomen, dan zijn die in de loop van de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis, ja, eigenlijk een soort van geselecteerd. Dat was een lastig proces van welke boeken, welke brieven, welke documenten wel, welke niet. Maar iets wat de 27 documenten gemeenschappelijk hebben, is dat zij allemaal Jezus als de Christus presenteren. En dat maakt dat je te maken hebt met zogenaamde christelijke literatuur. Te onderscheiden van andersoortige antieke brieven, waarin er ook wel, en ook wel meer in de religieuze sfeer, dat er ook wel documenten waren waar ook over Jezus gesproken wordt, maar waarin hij niet als Jezus de Christus wordt gepresenteerd. Nou, puur dus de inhoud heeft bepaald uiteindelijk waarom bepaalde documenten wel of niet uiteindelijk in de Bijbel zijn opgenomen. Er speelden ook andere dingen mee. Was een document geschreven door iemand die dichtbij Jezus gestaan heeft? Nu, Paulus heeft vermoedelijk Jezus nooit zelf gesproken in de tijd voor zijn Damascus ervaring. Maar toch was het wel een apostel en iemand ook die door Jezus' discipelen verteld is over het evangelie. Nou, de brief van Paulus, die wij kennen uit onze Bijbels, nou ja, die voldoen dus aan de eisen om als het ware als apostolische geschriften opgenomen te worden. En ze hadden bepaalde kracht in de gemeente. Dat was een ander argument van welk effect hadden bepaalde brieven. Werden ze veel gelezen of niet? Werden ze veel gekopieerd? Ja, dus puur inhoud. Is Jezus de Christus? Wordt Jezus als de Christus gezien? Was het geschreven door iemand die dicht bij Jezus stond, misschien ooggetuige was, of door de discipelen was geïnformeerd over Jezus? Dat waren belangrijke criteria om op een gegeven moment, en dus ook van hoe werden ze gebruikt in de gemeente? Werden ze veel gelezen? Hadden ze een goed effect op de gemeente? Dus dat zijn tenminste drie criteria die hebben meegespeeld om de brief op te nemen. Blijkbaar was de Filemonbrief dus ook een document wat voldeed aan die criteria en daardoor is die opgenomen en hebben wij hem nog altijd in onze Bijbel. Ja, dankjewel. En aan ons dus de opdracht om daar eens goed naar te kijken verder en wat we ermee kunnen doen. Jermo, heel hartelijk bedankt voor je bijdrage en ook voor de manier waarop je de vragen hebt beantwoord. Want ja, je komt natuurlijk van alles voorbij en je moet wel even gewoon snel schakelen en een antwoord
geven. Maar ik denk dat we daar heel veel aan gehad hebben. Daar wil ik je ook heel hartelijk voor bedanken. Het was ontzettend leerzaam. Ook heel veel verschillende dingen zijn er aan de orde geweest. Dus fijn dat je op deze manier ons ook wat meer hebt kunnen leren over deze brief van Paulus. Ik wil ook alle kijkers hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. Fijn dat u belangstelling had voor dit college, dat u erbij wilde zijn. Als u zegt, ik wil het nog wel eens een keer terugkijken, want ik heb niet alles, kan niet alles even goed onthouden of wat dan ook. Dan kunt u naar onze site gaan, nd.nl/colleges. En ik ga proberen morgen in de loop van de ochtend om daar de opname neer te zetten. Dus dan kunt u nog eens rustig terugkijken. Wilt u reageren op dit college? Ik zie ook al in de chat van alles voorbij komen. U mag ook een mail sturen naar colleges@nd.nl. En dan zal ik ze ook allemaal even lezen als het nodig is van een reactie voorzien. Tot slot wil ik ook nog attenderen op het volgende college. Dat is volgende week donderdagavond weer om 19:30. Dit college gaat over Bijbelboek 1 Petrus, wat vanaf morgen en ook volgende week nog op het rooster staat. Dit college zal gegeven worden door Arco Den Heijer. En u bent ook weer van harte welkom om daar weer aanwezig te zijn. En vanaf morgen kunt u zich ook daarvoor weer aanmelden, ook op onze site nd.nl/colleges. Nogmaals allemaal heel hartelijk bedankt en graag tot ziens bij het volgende college.